TV. Informatie over leuke koopjes, nieuwe bedrijven of verrassende aanbiedingen. Kent TV, daar scoor je mee. We hebben u meegenomen naar de salon van Safira Somoyono, Skin Adored. Safira zorgt ervoor dat al haar klanten die hier binnenkomen, voornamelijk dames, er veel beter uitzien dan wanneer ze de deur zijn binnengekomen. We gaan een babbeltje maken met haar en we laten ook zien hoe zij een van haar behandelingen uitvoert op een van haar klanten. Goed, goeiedag dames. Safira, hoe gaat het? Het gaat. Gefeliciteerd met je zaakje. Skin Adored heb je nu net geopend op deze nieuwe locatie. Jawel. Ja. Vertel ons een beetje over jouw diensten. Voornamelijk ben ik eigenlijk gespecialiseerd in gezichtsbehandelingen, want ik ben eigenlijk een schoonheidsspecialist. Maar ik doe ook pedicure en manicure en ik doe ook haarsbehandelingen. Maar je doet nog meer. Je zei manicure, pedicure, maar we zitten vandaag hier met Chiffon. En Chiffon gaat iets anders doen, maar dat wil zeggen dat je eigenlijk nog meer doet. Want ik weet dat we vandaag gaan kijken naar de behandeling die je gaat uitvoeren met haar... wenkbrauwen. Maar je doet dus meer dan dat alleen. Ja, wenkbrauwen zijn een belangrijk deel van je gezicht, omdat het je gezicht vormt. Het geeft ook de juiste gezichtsuitdrukking. Maar ik wil dus eigenlijk vandaag de kijkers laten zien hoe belangrijk het is om de perfecte wenkbrauw te hebben. We gaan nu kijken naar Chiffon. Wat ga je met Chiffon doen vandaag? Vandaag ga ik Chiffon de wenkbrauw verder stylen. Dus dit is Chiffon de natuurlijke ongestylede wenkbrauw. En wat ik vind als ik naar de wenkbrauwen kijk, is ze heeft wel een aantal haartjes. Dus wat ik ga doen is, ik ga de wenkbrauwen eerst verven, zodat we al die haartjes kunnen zien die ze heeft. En daarna ga ik ze in een mooie vorm verder brengen. Bij wenkbrauwstylen is het belangrijk om je te houden aan de gouden regel. En de gouden regel is eigenlijk het meten van die wenkbrauwen. Waar moet je die wenkbrauwen meten om te weten waar ze moeten beginnen, waar die hoek moet zijn en waar ze moeten eindigen. Dus nu ga ik opmeten. Hier moet hij beginnen. Hier is er natuurlijk ook. En als ik mijn kwastje zo hou, dan zou hij hier moeten eindigen. Chiffon, wat vind je van het eindresultaat? Oh, prachtig. Ja. Safira maakt het altijd goed met de wenkbrauwen. En ze is echt de wenkbrauwqueen. Dus als je je wenkbrauwen mooi wil hebben als de mijne, moet je echt naar Safira komen. Okay, dankjewel, Chiffon en Safira. Heel erg veel succes toegewenst. Dankjewel. In 2016 vind ik persoonlijk dat je niet met bad brows kan lopen. En als je wil dat mensen je gezicht voor eens altijd onthouden, kom langs bij Safira Somoyono, Skin Adored. En dan loop je altijd met mooie brows zoals ik die heb. En dat is mijn tip. Tip, daar scoor je mee. Hi kijkers, we zijn nu in ProTrade en Sarah gaat ons vertellen wie ProTrade is. Hi kijkers, ProTrade is dus een warenhuis die al 19 jaar bestaat. We zijn gevestigd aan de Quattaweg. ProTrade heeft de wereldwijde bekende merken zoals Frigidaire, Whirlpool, Athletic, Samsung en nog veel meer. Hebben jullie wat speciaals upcoming voor de kijkers? Jawel, we hebben dus de Black Friday sale van 24 november tot 4 december. Het wordt een geweldige sale. Dus kijkers moeten natuurlijk komen en shoppen. Kan je wat meer vertellen over de sale zelf? De sale is dus, we hebben op de kleerkasten hebben we een leuke 20% korting. We hebben op de mooie lampen 50% korting. We hebben op de accessoires, Frigidaire, Whirlpool. Het is gewoon naar de klanten moeten komen, de kijkers moeten komen. En genieten en kopen.
En hebben jullie nog een tip voor de kijkers van Tip TV? Jawel, kom naar ProTrade, want we hebben een uitgebreide showroom, centraal gelegen, ruime parkeerplek, service is top en after-sale service hebben we ook. Bedankt Sarah voor je tip. En ik heb nog een laatste tip. Op 25 november, op de Revidentiedag, is ProTrade open van 12 tot 8 uur. Dus be there. En je weet het, ProTrade. Beautifying your home is our mission. Tip TV, daar scoor je mee. En we gaan nu naar de leukste tip van de dag. Zo meneer, wanneer en hoe kan je zien dat de watermeloen goed rijp is? Zo, plant tot oost 55 dagen. Dan is er een snoertje bij die boom. En als die droog is, dan pluk je hem. En als je hem klopt zo, is dat waar of is dat een mythe? Ja, is ook waar. Als het goed klopt, dat wil zeggen die meloen is goed. Als het slecht klopt, dan is het overrijp. Ja, kijk, deze klinkt goed. Spang. Oké, dus als die spang klinkt, dan is hij goed. Zoals u ziet staan we hier bij de zwembaden van de Spetter. Misschien kent u de Spetter nog niet. In ieder geval zult u vandaag nader kennis maken. Ze staan erom bekend dat ze zwemlessen geven, maar ze hebben nog veel meer te bieden. En daarover praten wij vandaag in Tip TV met Esmeralda Enfield. Zij is de general manager van de Spetter. Hi Esmeralda. Hi, goeiedag. De Spetter biedt zwemlessen, een heleboel leuke andere dingen. Zwangerschapszwemmen, aqua aerobics, aqua spinning. We hebben ook ouder- en kindzwemmen. Maar één uniek product wat echt nieuw is in deze Spetter. Je kan ons afhuren voor een feestje, voor een huwelijk, voor een meeting. We hebben een leuk terras, we hebben overdekte zwembad. Dus je kan het ook combineren. Een family day, bedrijfsuitjes, kerstdineetjes. De Spetter kan je huren voor een geheel complex, maar je kan het ook in gedeelten doen. Bijvoorbeeld de cabanas in de tuin. Langs het zwembad hebben we altijd toezichthouders. Dus je kan ook met je beentjes omhoog en alle kinderen spelen in het water onder toezicht. Oké, dus eventverhuur, dat is eigenlijk waar het op neerkomt nu, wat je een beetje onder aandacht wil brengen van de mensen. Ja. Je zei het al, je hoeft niet het hele complex te huren. Jullie hebben twee grote zwembaden hier en jullie hebben natuurlijk alle mensen die een deskundig zijn in het houden van toezicht op kinderen. En als je zeg maar een evenement hier zou houden, ben je alleen verplicht om de zwembaden erbij te doen of mag je ook alleen maar het terrein bijvoorbeeld? Je mag ook alleen maar het terrein, want we hebben bijvoorbeeld ook een huwelijk. Daar gaan de mensen niet in het bad. Die komen in hun mooie kleren en hebben ze alleen de trein. Dat kan ook. Okay. Ja. En de zwembaden kan je ook eentje huren en de andere niet bijvoorbeeld? Ja, je kan alleen het kleine zwembad huren of je neemt beide zwembaden of je neemt zonder zwembad. En nou weet ik dat de Spetter ook op het terrein eigen cateringmogelijkheden heeft. Maar mogen de mensen ook van buiten komen met hun eten en hun taart en hun alles tijdens het feestje? Ja, je mag ook je eigen catering meenemen, je taart, je gebakken patatjes, dat mag. Ja. En hoe staat het met de tijden waar jullie beschikbaar voor zijn voor feestjes? Voornamelijk in het weekend, omdat natuurlijk door de week de operatie draait. Zaterdagmiddag, zondagmiddag, vrijdagmiddag, in de avond door. Dat hangt er even vanaf. Maar we zijn altijd open voor een gesprek met de klant. Dat is belangrijk. We hebben nu pakketten van 3 uur, 4 uur en 5 uur. Gedeeltelijk of geheel de Spetter afhuren. Maar als je zegt, Esmeralda, ik heb 8 uur nodig, dan kunnen we om de tafel zitten en dat eventjes bewerkstelligen. Ja. Herhaal nog één keer voor ons wat de Spetter allemaal heeft, los van het evenementenverhuur, want het is een hele lijst. Maar nu nog een keer, zodat de mensen toch even kunnen herhalen. Oké, we geven ouder- en kindzwemlessen. De moeders gaan in het water met hun kindje. We geven watergewenningslessen tot en met 2-3 jaar oud. Zwemlessen, kleine groepjes, maximaal 6-7 kinderen in een groepje. De teachers staan in het water. Volwassen zwemlessen, aqua aerobics, aqua spinning, aqua joggen. Meer bewegen voor ouderen, de oudere mensen die of niet zo goed meer kunnen lopen, niet zo goed kunnen stretchen. Mensen in een rolstoel, want we hebben een liftchair, die staat daar, die kunnen we ook gebruiken. Check ons op Facebook en natuurlijk www.despetter.com. Of gewoon even langslopen aan de ringen. Of langslopen, we zijn open van 8 tot 9 uur 's avonds. Dankjewel Esmeralda. Alsjeblieft. Tip TV, daar scoor je mee. En we zijn vandaag weer bij u in de huiskamer met Tip TV. En vandaag brengen we een bezoek aan de Rakkers Peuterschool en Buitenschoolse Opvang om te kijken als zij misschien een leuke tip voor u hebben. Kom maar mee! Hi, goeiedag. Wat is de Rakkers en voor wie is het? Wie we zijn, wij hebben 2 dagdelen.
Eerste dagdeel is van 8 tot 12, zijn we een peuterschool. En tweede dagdeel van 12 tot half 5 zijn we een BSO, een buitenschoolse opvang. Er komen kinderen hier van tutten met 4 jaar die we voorbereiden op het gebeuren op de basisschool. Maar dat doen we dan spelenderwijze. We kijken naar kinderen ontwikkeling, hoe ver ze in de ontwikkeling. Het gaat niet speciaal om leeftijd, je bent 2, je moet dat kunnen. Nee, hoe ver is het kind in ontwikkeling en daarop spelen we verder. En hoe ziet een dag eruit bij de Rakkers? Onze dag vanaf 7:15 zijn de kinderen welkom. Om 8:00 beginnen we met een kringmoment. Daarna hebben we spelen en werken. Vaardigheid leren of in een hoekje spelen. Eten en drinken met de kinderen. Dan hebben we het buitenspel. Als het slecht weer is, doen we een video kijken of een poppentheater. Samen zingen, muziek, dans en drama. We hebben ook een verjaardagsfeestje af en toe. En dat vieren aan het eind van de ochtend. En dan is het naar huis gaan voor het eerste dagdeel. Het eerste dagdeel is voor kinderen van 2 tot en met 4 jaar. Kinderen die overblijven, die gaan dan naar de BSO. Sluiten ze aan bij de BSO. De BSO is voor kinderen tot en met 10 jaar. En wat biedt de Rakkers nog meer? Wat we nog meer bieden is een schoolvervoer. Kinderen kunnen opgehaald worden van school. En ook als ze naar een les moeten. En het is nog binnen onze uren. Dan kunnen ze naar les brengen en weer van les halen. En we geven ook nog huiswerkbegeleiding. Het woord zegt het al, huiswerkbegeleiding. We begeleiden de kinderen, we geven geen bijles. We komen niet aan het werk van de juf. En wat is de tip voor de kijkers van de Rakkers? Bij de Rakkers is het altijd feest. En u heeft het gehoord hier vandaag. Bij de Rakkers is het elke dag een groot feest. Zoekt u nog een peuterschool of opvang voor uw kinderen vanaf 2 tot 10 jaar oud? Kom langs bij de Rakkers aan de Amatoja-straat, eerste afslag rechts vanuit de Henri Benjaminstraat, Paramaribo Noord. En als je nog meer informatie wil, ga lekker naar hun Facebookpagina en zo kom je te weten wat jij wil horen. En tot de volgende keer mensen, voor de volgende tip. Wil je ook scoren in Tip TV? Contact Shetskies op het nummer 450-157 of mail naar info@shetskies.sr. Volg de Tip TV Facebookpage. Tip TV, iedere dinsdagavond op deze zender. Shetskies, a prominent force in creative media.